Distriktscommissaris van Wanica Zuidoost, Bolanet Narayan, is trots op de economische ontwikkelingen en infrastructurele verandering die worden geboekt in zijn bestuursgebied. Dit vertelt hij in gesprek met de nieuwsdienst. Volgens de DC komen nu weer investeringen op gang door meer vertrouwen in de regering. We waren in een benarde situatie, wat financieel economisch betrof. En de regering heeft heel hard getrokken daaraan. En nu gaan we richting stabiliteit. En mensen hebben meer vertrouwen in de regering, ook in onze SRD. Dus mensen, er is geen situatie van twijfelen nu meer. Dus je kan nu investeren. En dat zien we, dat de mensen weer vertrouwen hebben in de economie. Mensen proberen te investeren. En dat is heel goed te noemen. De burgervader kijkt voor dit dienstjaar terug op een hele goede samenwerking met de politie op het gebied van de veiligheid. Nou, ik heb een heel goede samenwerking met de politie. Ik heb elk kwartaal met gewestelijke commandant, ook de politiecommandanten die onder mijn resort, sorteren, heb ik elk kwartaal goed contact en we praten over die zaken, criminaliteit, geluidsoverlast, noem maar op. Er zijn een aantal zaken waarover we steeds praten. En dan wordt het voorgelegd aan de gewestelijke commandant, ook aan de commandanten, dat we gezamenlijk dat ding oplossen. En ik moet u zeggen, ik ben bijzonder blij dat er gewerkt wordt en een goede samenwerking is met de politie. De DC heeft geen harde cijfers over de criminaliteit, maar zegt wel dat de criminaliteit vrij beheersbaar is geworden in 2023.